Hallo iedereen en welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Ellen Doormans en vandaag doe ik voor de eerste keer een leak video. Ik heb hier allemaal soorten leaks. Ik heb skin leaks, backbling leaks, PX's, dungeons, webs, contrails. Ik heb ook nog leaks van game modes die eraan gaan komen. Dus super tof worden. En deze video neem ik op nu. Om 21:45 s'avonds. En deze komt online rond 9 à 10 uur 's ochtends. Dus voor mij is het nu de 9e. Voor jullie is het de 10e wanneer deze video online komt. Maar ik ga proberen in jullie taal soort van te praten. Stel nu vandaag is, ik zeg maar iets, hè, deze skin in de shop. Dat is niet, hè? Maar stel, vandaag is deze skin in de shop. Dan zei ik voor jullie dat hij gisteren in de shop was. Snap je dat jullie het dan meer begrijpen? Maar duw op de blauwe duimpje omhoog. Als jullie meer video's willen, dat ik in de ochtend ga plannen. Abonneer ook op mijn kanaal. Dus ja, schrijf dan de reacties als je dat meer moet doen. Laten we beginnen. Hier de eerste PX en dat is de Longhorn. Naast de PX moet ik zeggen. 800 V-Bucks, dus het valt wel best mee eigenlijk. Van hoe nice hij eruit ziet, valt hem best mee. Gaan we door naar de volgende skin. En dat is de Gimme skin met de Quail Hops Backbling. En ja, deze skins zijn sinds kort uit de files verwijderd. En verwijderd niet helemaal. Het kan zijn dat die file encrypted is gemaakt, dus dat niemand er meer aan kan. Maar dat weten ze niet zeker. Maar voorlopig nu hou iedereen bij het gedachte van de skin is uit de file. Ga door naar de volgende dingen. Hier zien jullie de Asmodeus skin. Die heeft twee setjes. Een best nice skin eigenlijk. Deze lijkt, vind ik toch, met dat roze hier en dat gezicht, lijkt een beetje op een skin die ook in season 8 of 7 uit de faal is gehaald. Maar heel nice skin dus. Ja, doen we mijn volgende skin. En dat is een Callisto skin. Ook een best nice skin. Een vrouwen skin. Lijkt meer zo'n fucking wolf of zo. Ja, ik weet niet. Het lijkt er zo'n beetje op. Maar dat doen we wel. Dat doen we naar volgende skin. Dat is een Shot Call. Ja, ook gewoon een nice skin. De Bolt skin, de groene skin, 800 V-Bucks. Is al in de shop geweest. Voor jullie was die volgens mij eergisteren in de shop, ja. Dus ja. Dan gaan we naar volgende skin. Dat is de Desert Dominator. Die is gisteren in de shop geweest. En dan hier. De Plastic Patroller, sorry. Ja, dat is sowieso, denk ik, volgens mij een samenwerking zijn met Toy Story en Fortnite. Want ja, hè, de manneke, dat is ook duidelijk een Toy Story. Ga door naar de volgende skin. Ja, deze was gisteren. Voor jullie gisteren in de shop. Ga door naar de volgende skin. Dat is een Toy Trooper, ja. Deze skin, dat doe ik weer van Toy Story. Dan de Airhead, ja, kijk, een ballonhoofd, ja, hè. Nice skin. Gaan we doen naar volgende skin, de Wonder skin en de Dark Vertex. Die kun je allemaal exclusief halen. Dus deze is bij een GSM en deze is bij de Xbox. Als je een Xbox hoopt, ik weet niet meer welke. Dan kun je deze skin krijgen met V-Bucks en een maand lang dacht ik Xbox Live Gold. Ga naar de volgende skin, dat is de Bouwbos. Ja, die heeft een heel groot hoofd, vind ik. Gaan we door naar de volgende skin, de Sandstorm en de Scimitar. Ja, je ziet dat zo, dat is hetzelfde setje. Ja, nice skins, alleen het vrouwelijke vind ik wel meer aan die kleding eigenlijk hier moet zijn. Dat is ook misschien wel nice gevonden hebben. Maar deze, ja, deze is nice met dat kapje en al. Gaan we naar de backblinks toe. Dan zien we hier de Neo Frenzy, de Hexet, de Ocular en de Utility Pack. Ziet hier nog de Dark Deflector, dat is van die Xbox skin.
en de Bow Basket. Ik ga doen naar de PX's en dat is een die je nu twee handen kunt houden. De Fallplay, de Metro Maggot, sorry als ik het verkeerd uitspreek, Maggots of zo. Dat zijn knives. Dan de Forkknife. Ja, hier een vork en een mes. Ja, nice. Toen denk ik aan de burger. Dan de Plasma Carrot. Ja, jullie een hologram, zien jullie een wortel. Ga door naar de emotes. Dat is hier de Sinnoh Shuffle. Dat is eigenlijk een soort van broken robotachtige electro-shuffle. Ga door naar de volgende. Dat is de Extra Terrestrial. Extra Terrestrial. En dat zou je verkeerd uitspreken. Ik weet niet of. Ja, die is al in de shop geweest. Ja. Ga door naar de volgende. Dat is 7-2. Ja. Maak gewoon een W met je vingers en al, ja, best nice. Gaan we door naar de volgende, en dat is Guitar Walk. Ja, als het niet Travis zal zijn, dan zal het heel gek zijn. Gaan we door naar de gliders. Hier zien jullie de Batso Glider, ja, een bat, een veermuis. Dan de Dark Forerunner. Ja, dat is van die skin. Dan de Wash, de Helium en de Steed Fest. Hier zien jullie nog PX van dus de Darkrazer, oftewel van de Xbox skin. En de Scoop It Up. Ga door naar de webs. Hier zien jullie de Slurp Web, Nice Web. De Fight, dat was een zombie in Season 6. Het lijkt ook een beetje, ja, hoe noemt je dat? Stormachtig dit, hè. Ga door de volgende, ja, Green Toy en Grey Toy. Ook gewoon van Toy Story. Gaan we door naar de volgende. Emblem. Lijkt meer op Chinees-achtig iets. Ik weet niet waarom, maar lijkt er gewoon op. En de Wipol en de Chrono als Contrail. Gaan we door naar de volgende echte leak. En dat gaat over Arena Squads. Jullie weten dat we Arena Solo en Duos hebben. Alleen Arena Squads. En trio's zitten nog niet in. En heel veel wachten er eigenlijk op. Tot er nu iemand dat geleakt heeft. Hier, trio's 2. Ja, een trio's en squad is geleakt. In de arena's. Dus dat is heel vet. Gaan we door naar het volgende. Daar heb ik wel geen plaatje van. Maar ik kan het wel even opnoemen. En dat zijn twee soorten game modes die geleakt zijn. Ik kan jullie misschien nog één ding laten zien, alleen ik ben vergeten welke. Hier. Seven. Sorry, hè. Wait a second. Ik ben vergeten. Ja. Ik weet het weer. Als we hier. Wait a second. Sorry, ik had het eerst allemaal voorbereid. Alleen ik heb, dat is nu mijn derde keer dat ik deze video maak, dus daarom is alles al een beetje weg. Zoeken we op Fortnite. Week. Hier. Moeten we naar deze website. En dan zien we hier de challenges. Oh shit. Sorry, hè? Oké, wacht. Ik kan het niet meer vinden. Alleen de weekly challenges zijn geleakt. Ik kan dat hierop ook laten zien. Alleen, ik denk dat ik hem heb. Ik word heel even naar boys. What the fuck? Lucas. Ik weet niet of het hier was, hè? Seven. Hier. Lucas Seven Joshi. Die heeft ook een leak. Of ja, leaks naar buiten gebracht. En dat gaat over.
Oké, dit is ook iets wat nieuw is in Fortnite. Namelijk kun je een soort van dit spelen. Wat heel nice is, kun je doen terwijl een World Cup gaande is. Kun je doorgaan naar. Dan gaan we doen. Kun je doorgaan. Gaan we door naar het volgende. En daar is geleakt dat je een app kunt installeren binnenkort. Over. Kijken. Over dan. Hier. Just chatting en dan joint hij zo via dit te scannen. Ook weer heel vet, komt er binnenkort dus aan. Ga door naar de volgende. Hier zien dus de leaked dingen. Ik vond niet waarom ik het upper bij dit wat. Oh, dat is gewoon waarin de uitzoeken, denk ik. Hier, dit is waarover ik het wil hebben. Dus de Gemini skin is eruit gehaald. Alleen de challenges nog niet. En hier zijn de challenges, easy challenges eigenlijk. Ja, heel veel te bespreken valt er niet. En wat ik het echt over wil hebben is dit hier. De Hard Rush. Zoals jullie al zei, hier, ik zei, dit lijkt heel fel. Ik kan nog even laten zien. Oh fuck. Lijkt heel fel. Dus hier, Find is een zombie van Season 6 en leidt door de storm. En de ene keer was dat hier. Hard Rush LTM. Zo hoort erbij. Hier zien jullie challenges. Eliminate members. Eliminate potion finds. Allemaal challenges voor de Hard Rush. Dus binnenkort kunnen we de Hard Rush in de game zien. Gaan we door naar het volgende. Als ik die zie. Want ik heb geprobeerd te zoeken daar straks. Alleen het is mij niet gelukt om die te vinden, behalve dan bij een website. Alleen die website weet ik dus niet meer, dus daarom. Wacht even, boys. Anders zeg ik het gewoon, hè. Als ik niet wil inladen. De Beach Assault. Dat is een nieuwe server die je binnenkort kunt verwachten dan in Creative. Dit is het plaatje al dat je dan kunt krijgen nu bij de Fortbytes. Die tot nu toe allemaal te vinden zijn. Het is nog bijna een heel plaatje en je ziet al heel veel. Je ziet hier de cube al. Ja, het is echt een vet plaatje. Is er nog iets anders dat ik kan vinden? Ja, een leaked skin. En dat is de Breakpoint. Een heel nice skin lijkt. Ja, niet lijkt. Het is eigenlijk gewoon een soort van tweede versie. Ja, die komt wel apart te koop. Alleen, het lijkt heel ver. Ik ben de naam vergeten van de skin. Alleen, Waypoint dacht ik of zo. Die lijkt er ook heel fel op. Gaan we door naar het volgende. En dit is volgens mij het laatste. En dat is. Wat is dat? Ja, dat is challenges van iets. Dat zijn voetstappen die het eerst geleakt waren. Hier, dan moet ik hebben de weekly challenges. Dit zijn de weekly challenges van week 6. Land eerst land bij Lucky, dan Loot Lake, dan Shifty, dan Frosty en dan Haunted. Dan damage met SMG, ook easy. Dan moet je eerste stage suggest alle hotspots. Dat is best makkelijk. Dan moet je een ammo-box openen bij een hotspot. En dan moet je een kill maken bij de hotspot. Dan de volgende challenge is deal damage to a vehicle driving by an opponent. Dus je moet een quadcrasher bijvoorbeeld damage doen terwijl iemand daarmee rijdt. Of een bouwer of een hoover. Ja, hoverbocht noem ik het nu even, want ik ben de naam vergeten. Dan de volgende challenge is use a stomp flip in different matches. Ook easy om te gebruiken. En dan use different vehicles in a single match. En gaan we door naar de last challenge en dat is. Waar kunnen we hier? Eliminate opponents in the block or fatal fields. Dat waren de week 6 challenges. En dat was ook meteen de video volgens mij. Als hier nog iets meer bij staat. Nee, dat is week 5 die geleden en al. Nee. Oké, dit was het volgens mij. Ja. Ja, dit was het. Hopelijk vond je deze video leuk. Ja, oké.
Hoor ik van jullie video leuk, duw de duimpje omhoog en zeg in de reacties als ik meer leak video's moet maken of over het algemeen wat er gebeurt in Fortnite. Duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal, schrijf dan in de reacties en dan tot de volgende video. Doei!